BNM uit Beuningen is niet te spreken over de flyers die voorafgaand aan de verkiezingen in Weert zijn uitgedeeld. In de flyers wordt geprotesteerd tegen de komst van windmolens vlakbij Weert. Pascal Kobussen, vervangend fractievoorzitter van BNN, vermoedt dat bij die actievoerders leden van GroenLinks zitten. Dat vertelde hij zondag bij het radioprogramma Studio De Streek. Ik ben blij dat we relatief nog gewoon de grootste zijn geworden als je het aantal stemmen bij elkaar optelt in Weert. Maar we hebben daar zeker bijna 120 stemmen volgens mij verloren. Aan met name GroenLinks. Maar ik vind het wel heel grappig dat GroenLinks, gewoon partijleden, hebben zelf een soort klankbordgroep opgericht. En die hebben flyers uitgedeeld in het hele dorp, terwijl het eigenlijk gewoon GroenLinks-leden waren. Ja. Hun manier van campagne voeren, ik vind het prima. GroenLinks deed het altijd al goed in Weert. Maar of dat op die manier zou moeten, dat vraag ik me af. Bizarre uitspraak. Nee, hij heeft het hier over GroenLinks-leden die een actiegroep zijn begonnen. Nou ja, daar is helemaal niets van aan de orde. Wat ik ervan begrepen heb, zijn het gewoon bezorgde Weertenaren van links tot rechts die een of andere actiegroep zijn begonnen. Maar dat staat volledig los van GroenLinks. Ik heb contact gehad met de heer Kobussen van BNNM. Maar ik denk dat het meer uit het geruchtencircuit en het roddelcircuit komt. Maar met de realiteit heeft het weinig te maken. Ik had verstandiger gevonden als hij daar zich niet over uitgelaten had. Dit is een beetje nawerking van de verkiezingen. En ik kan me voorstellen dat bij BNNM de teleurstelling groot is. Dat ze met name in de dorp Weert flink verloren hebben. Maar dit mag geen invloed hebben op de verkiezingen. Dan moeten we het over de inhoud hebben. Inhoudelijk ben ik het natuurlijk met die flyer eens. Kijk, want in die flyer daar is gevraagd naar de opvattingen van de politieke partijen in Beuningen. En dat wordt daar weergegeven. Alleen ik zelf zou nooit zo'n flyer verspreid hebben vlak voor de verkiezingen. Want ga er maar vanuit dat je na de verkiezingen wel alle politieke partijen in Beuningen nodig hebt om te bereiken wat je wil bereiken. Ik ben het ermee eens dat we veel stemmen hebben gehaald. Maar dat wisten we van tevoren al dat we in Weert veel stemmen zouden halen. Omdat wij in Weert altijd al een hele sterke positie hebben ingenomen. En nu bij deze verkiezingen zijn wij de partij met de meeste mensen uit Weert op onze lijst. Ook met de nummer 2 die gekozen is in de raad uit Weert. Dus het verwondert ons helemaal niks dat wij de grootste in Weert zijn geworden. Bijna de grootste in Weert zijn geworden. Ik denk dat het heel weinig met die flyer te maken heeft. Want ook VVD en CDA zijn wel iets gegroeid in Weert.